Er zijn heel veel verhalen te vertellen over een ginkgo. Over zijn verleden. Over wat voor soort het nou eigenlijk is. En over hoe sterk hij is. Dit blad is een fossiel blad van de ginkgo. En daar zijn er veel van gevonden. En sommige fossielen zijn ouder dan de dinosauriërs. In het Westen kenden we alleen de fossielen. En we dachten dat de boom was uitgestorven. Totdat ergens rond 1692 de wetenschapper Kempfer een levende boom ontdekte in Japan. En als je dan zo'n nieuwe boom hebt gevonden, ja, dan ga je natuurlijk uitzoeken wat voor soort het is. En bij de ginkgo is dat niet zo makkelijk. Want de ginkgo is een levend fossiel. Een bijzonder kenmerk is bijvoorbeeld dat de ginkgo sperma heeft met trilharen. En daaruit zou je kunnen concluderen dat de ginkgo verwant is aan varens en palmen. En dan is er ook nog dit bijzondere blad. Eigenlijk is het geen blad, maar zijn de naalden aan elkaar gegroeid. En vanaf de bladsteel lopen de nerven parallel en ze komen nooit samen. En hieruit zou je weer kunnen concluderen dat de ginkgo verwant is aan een naaldboom. Wat ik zo bijzonder vind aan deze boom is dat hij zo sterk is. Hij kan tegen vorst, tegen strooizout, tegen droogte, tegen luchtvervuiling en zelfs tegen radioactieve straling. Nou, en daarnaast kan hij goed tegen de bekende boomziektes. En hij kan heel erg oud worden. Echt een boom om in een stad aan te planten dus. En het is ook een mooie boom, zeker in de herfst. Kijk, zo botergeel gaat hij worden. Deze herfst kun je op zoek gaan naar deze kleur.